En dan krijgen we nu een college van professor en dokter van Kokkelkoren. Art always welkom heten op deze enorm druk bezochte expositie. En wij, dat zijn natuurlijk de mensen die proberen het bestuur te vormen van de stichting. Nicole, jullie wel bekend, Bart, secretaris, en ikzelf, Edwin Lustermans, probeer de financiën een beetje in de gaten te houden. Wij zijn deze expositie begonnen op 10 december. En hij loopt overigens nog tot en met 28 januari. Dus nog kans genoeg, en daarom zijn er misschien niet zoveel mensen. Die komen allemaal nog. Maar 10 december begonnen wij, en dat was een wat ongelukkige dag. Omdat het sneeuwde enorm. Wij deden er, ik geloof, 2-3 keer zo lang over om hier te komen. En toen dacht ik 10 december, ja, dat was een ongelukkige dag. Maar het was eigenlijk ook een hele mooie dag. Want ik weet niet of u dat weet, 10 december is de dag waarop normaliter de Nobelprijzen worden uitgereikt. Dus ik dacht, laat dat nou de reden zijn waarom het toen niet zo druk was. En dan zult u zeggen, wat begint hij nu over? Ik vond het eigenlijk wel heel mooi om te ontdekken dat Alfred Nobel, ik weet niet of u dat weet, een Zweedse chemicus, die in 1866 trouwens dynamiet heeft uitgevonden, maar dat terzijde, die heeft in 1895 besloten dat hij een deel van zijn vermogen beschikbaar wilde stellen voor het uitreiken van prijzen op verschillende terreinen. En hij stierf in 1896 en 5 jaar later, op 10 december 1901, zijn voor het eerst de Nobelprijzen uitgereikt uit zijn vermogen. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag. En laat dat nou een mooi bruggetje zijn naar onze Jan Nelissen, want die had al heel vroeg als gedachte, ik wil iets van mijn gedachtegoed en zelfs uiteindelijk van mijn vermogen ook nalaten voor ontwikkeling van jonge kunstenaars. Nou, en daar hebben we een bruggetje naar onze stichting. Jan werd ernstig ziek in december 2014 en eigenlijk versneld is zijn wens uitgevoerd en is de stichting opgericht. En Jan is uiteindelijk in januari 2015 overleden. En gelukkig net op tijd is de stichting opgericht. En proberen wij nu eigenlijk invulling te geven aan zijn wens. Om zijn vermogen ook ten goede te laten komen aan talentontwikkeling van jonge kunstenaars. Nou, we zijn daar denk ik vorig jaar, Nicole, behoorlijke stappen verder mee aan het zetten gegaan. Om te kijken hoe we toch in 2018 ook echt de eerste projecten van de grond kunnen krijgen. We hebben wat samenwerking gezocht en gevonden met twee instanties. De Kopermolen in Vaals, die datzelfde ook ongeveer doen. En de Maastricht Academie voor Fine Art and Design. Nou, dat zijn twee partners waarmee we denken dat we jonge kunstenaars kunnen opsporen. En ook kunnen helpen in hun ontwikkeling. En ja, het lijkt er toch wel heel goed uit te zien dat we in 2018 een aantal van dat soort projecten op de rails kunnen gaan zetten. Ja. Nou, dat even over de stichting. We hebben bij elk evenement, proberen we iets van gastoptreden dan wel gastspreker te organiseren. Dat was vorige keer op 10 december trouwens fantastisch mooi gelukt, ook met de Japanse dans van Mieke Verhoeven. Die vandaag opnieuw zou komen, waren het niet dat zij geveld is door de griep. Dus helaas, dat is een tegenvaller. Maar gelukkig zijn we dankbaar, Petran Kokkelkoren, dat jij er bent. En dat jij opnieuw, want dat gebeurde 2 jaar geleden ook in Maastricht, in de brandweer, bij een vorig evenement, bereid bent om een lezing te geven over, ik zou bijna zeggen, dat moet je zelf zeggen, maar over datgene waar Nicole en Jan zich ook altijd door hebben laten inspireren. Door mythen. Een brug slaan van mythen. De kracht van de mythen levend houden enzovoort. Nou, hartstikke fijn dat je er bent. En jij hebt gezegd, laten we het lekker informeel en ook wat knusser organiseren. Dus vandaar dat we ons hebben teruggetrokken in deze ruimte. En ik zou zeggen, aan jou het woord. Mooi, dankjewel. Nou, dan heb ik maar eerst even het glas dat ik in mijn schoen heb gekregen. Ik wens jullie dus allemaal nog een fantastisch jaar toe. We drinken op de gezondheid van Nicole en de nagedachtenis van Janelle. Zo, dus daar gaan we het dus ook vanmiddag over hebben. We zijn hier te gast in een tentoonstelling die vooral gaat over het mythisch werelddeel. En, nou goed,
als er een hele menigte is, dan kan ik ben filosoof van beroep, dan kan ik als een orakel eens precies vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Maar in zo'n klein gezelschap moet ik maar op mijn teller passen. Dus zal ik gewoon wat vragen oproepen, wat nadenken over wat nou eigenlijk dat mythisch werelddeel behelst, zodat jullie daar zelf ook jullie zegje over kunnen doen als je daar de behoefte toe voelt. Nou goed, de mythe. Ja, dat is een woord. Ik weet niet hoeveel van jullie daar nog dagelijks nou de aandrang voelen om zich druk te maken over de mythe. Nicole stelt ons voor dat het toch een zeker belang heeft en brengt het bij ons onder de aandacht. Maar vast liggen jullie straks niet woelend in bed van wat moet ik nou vandaag met de mythe. We hebben wel andere dingen te doen. Hè? Ik bedoel, we zijn op het werk, er zijn nog een conflict op te lossen. Mensen moeten kinderen opvoeden, de hypotheek afbetalen en een relatieconflict erbij leggen. En dan komt de mythe. Ja, waar gaat dat dan over? In eerste instantie, als ik jullie vraag wat denk je aan als je over de mythe hebt, dan denk je aan dingen van lang geleden, Germanen en Kelten en misschien zelfs het Gilgamesh-epos, maar dat is wel heel erg lang geleden. En voor de rest heeft het wat te maken met elfen en kabouters. En, als dat niet vroeger is, dan kunnen we het nog over de Hobbit hebben. En dat moet de Star Wars. Maar dan krijg je toch heel erg de indruk dat je het over iets hebt wat leuk is in de vrije tijd. Hè? Iets bijkomstigs, iets wat de wereld even opleukt. Een escapisme, hè? De toevlucht in de fantasy. En dan denk je niet aan dat van zo vreselijk veel belang is voor je alledaagse beslommering. Nou, als je er zo over denkt, dan denk ik dat de meeste mensen dat doen, maar ik denk dat je dan toch iets mist. Dus ik wil Nicole te hulp schieten en even een warm pleidooi voeren dat het niet toch wel wat meer is dan alleen maar een uitvlucht uit de alledaagse druk. Nou goed, mythen. Ja, er zijn een aantal motieven die door de tijden heen telkens terugkomen. Hè. Het verhaal is meestal een strijd tussen goed en kwaad. De kwade, dat zijn mensen die grote legers aanleggen, de wereld willen veroveren en die daar vooral de wereld voor willen gelijkschakelen. Alle mensen moeten uniform worden of het worden orks. Dan zijn ze al helemaal van hun brein ontdaan en dan zijn het gewoon blinde geweldsmachines geworden. En dat is ook een angst die wij in de 20e eeuw met name ook hebben aangepraat gekregen door allerlei techniekfilosofen. Die zeggen van ja, techniek zoals dat nu tegenwoordig gaat, dat niveleert de wereld. Dat maakt iedereen gelijk. Overal McDonald's, overal Sony, overal Philips, je kunt de wereld niet rondvliegen of je komt dezelfde gebouwen tegen. Dus dat die angst dat het overal hetzelfde zal worden. En dat die kwade machten achter de scherm, al zien ze er nou niet meer uit als tovenaars, maar toch nog altijd wel werkzaam zijn. En wat stelt de mythe daar tegenover? Dat zijn juist geen uniforme mensen. Dat is een bond gezelschap, zoals wij hier zitten, van individuen, dwergen, gebochelde, slimme mensen, mensen die allemaal met een handicap lopen, maar toch ook iets kunnen wat anderen weer minder kunnen. Dus zo'n raar gezelschap, wat je dan probeert te mobiliseren als tegenkracht tegen die uniformerende macht. Nou, en om dat te bewerkstelligen, moet er dan in de mythe wat gebeuren. Dan moet er een ring zijn, die brengt ons allemaal tezamen, of een kelk, zoals de graal, of een schedel die weer begraven moet worden, van oudsher. In ieder geval moeten samen wat, en daar is een bepaald symbool dat dat zichtbaar maakt. Nou, dan ga je de strijd aanbinden, dan moet je ook weer wapens verhebben. Dat is een zwaard of dat is een speer. En natuurlijk is het de mythe zo, je moet rein van geest zijn om die speer te kunnen hanteren. Let the force be with you. Alleen als je jezelf verbindt met de kosmische kracht, dan kun je met het lichtzwaard zwaaien. En anders loopt dat helemaal uit de hand. Wat moet je verder hebben? Een ring, een wapen. Kennis natuurlijk, een toverboek. Ja, het toverboek is natuurlijk iets raars. Want in onze normale kennis, dan moet je rekening houden met natuurwetten. Maar bij een toverboek is het zo dat dat spreuken aanlevert waardoor je verbeelding rechtstreeks werkelijkheid kan worden. Waardoor je dus door alleen maar formule uit te spreken of iets bij de naam te noemen,
dat je al een werkelijkheid kunt realiseren die je anders nooit voor elkaar zou krijgen. Zo bijna contactloos. Ja, wat moet je nog hebben? In feite is die wereld van al die krachten en machten waar de mythe over gaat, die is natuurlijk verborgen, maar die speelt wel door de alledaagse werkelijkheid heen. Alleen dat zie je zo niet. Dus het is een soort parallelle wereld. En je moet een toverspiegel hebben om die parallelle wereld te kunnen zien en betreden. Dus Alice door de spiegel gaat naar een andere wereld. En die andere wereld, ja, dat is niet alleen een, zomaar iets aparts, maar die zit met allerlei draden en rhizomen van die wortels, netten vertakt met onze hedendaagse werkelijkheid. En die spiegel help je om dat te zien en te weten waar je moet aangrijpen. Nou, zelfs als ik het zo vertel, en dit soort sprookjes en verhalen, die kennen jullie allemaal wel. Willen jullie erbij zitten? Ja. Kijk, hier staat nog een lege stoel. Nee, hier staat een lege stoel. Nee, ja, prima. Goedemiddag. Ha, welkom. Ga erbij zitten. Nou. We hebben dus, we zijn in gesprek over de mythe en de beeldtaal en de sprookjes waar de mythe over gaat. Maar ja, daarmee maak ik me bijna schuldig aan de eerdere argwaan, dat we wel heel erg ver afdwalen richting de fantasy. Want ja, wat heeft nou dat nou met de wereld van alle dag te maken? De mythe heeft in feite een beetje kwade reputatie, zo. Dat is leuk voor kinderen en zwakke vergeest, die laten zich daardoor betoveren. Maar vandaag las ik nog in de krant trouwens over Trump. Van Trump is een enorme fantast en die is eigenlijk niet goed in staat om de fantasie van de werkelijkheid te onderscheiden. En dan wordt het gevaarlijk. Als politici zich door de mythe laten leiden en niet meer zien dat dat een andere werkelijkheid is dan de wereld van alle dag, dan loop je ook grote risico's. Dus, hoedje voor alle mensen die die mythe altijd gretig met de paplepel innemen, want dan raak je ook de koers kwijt. Dus je moet toch wel een soort verhouding zien te vinden tussen de wereld van je verbeelding, de fantasieën, de dromen en ook alle beelden die ik net schetste over toverboeken en speren en ringen, weet ik wel allemaal, en de wereld van alle dag. Nou, hoe is dat nou zo gekomen dat de mythe, als het ware, die kwalijke reputatie heeft gekregen? Ja, natuurlijk heb je in de Tweede Wereldoorlog wel gezien wat de nazi's met mythen deden, en met hakenkruisen en weet ik wel allemaal, dus dat belooft al niet veel goeds. Maar in feite is dus de mythe afgedwaald in het begin van de moderne tijd, van het moderne denken. En als ik zeg modern, dan zullen de meeste mensen zeggen van ja, dat is de actualiteit. Modern is wat nu aan de hand is. Filosofen die denken er anders over. Filosofen die vinden dat de moderne tijd ongeveer begonnen is na de renaissance. Zo'n 400 jaar aan de gang is. De meeste filosofen vinden trouwens ook dat die moderne tijd alweer voorbij is. Dat moderne tijd iets van het verleden is. Modern, dat is net zoiets als dat je kunstgeschiedenis episodes hebt. Je hebt de renaissance, de barok, de rococo, de romantiek. En dan heb je ook modern en dat hebben we ook gehad. En we zijn tegenwoordig postmodern. Postmodern. Dat laten we even een beetje achter ons, dat moderne. Nou, wat is nou dat moderne, waar we toch altijd nog enorm door gestempeld zijn? Die vroegmoderne tijd, een paar 400 jaar geleden, en dan denk ik aan Descartes en aan Newton, dat soort mensen, dus een tijd geleden. Toen begon dus het rationele denkenveld te winnen. En dat was op dat moment ook heel erg nodig. Want als je dus de middeleeuwse wereldbeeld ziet, het christendom, ja, dat was een mythische wereld. Maar er waren mensen ook behoorlijk bang, want al die duivels en demonen die ze in de middeleeuwen bedachten, En ook de angsten die daarmee samenhangen, dat je verleid zou worden, verzocht, dat kan van alles gebeuren, betoverd zelfs, heksen, van alles kan. Dus toen zijn ze op een gegeven moment aan het begin van de moderne tijd die wereld gaan saneren. En hebben ze de mythe afgeserveerd en daarvoor in de plaats wetmatigheden gesteld. Gewoon natuurwetten. En met natuurwetten leer je rationeel de wereld te controleren. Dan hoef je niet meer bang te zijn dat je via de verbeelding met het boze oog versteent, of weet ik veel. Dus toen werd de mythe
als een voorstadium van de moderniteit afgeserveerd. Gewoon gezegd, die mythe, dat is iets van vroeger. En daar hoeven we ons niet bezig te houden. Dat is gewoon een verbeelding. En nu weten we beter. Vroeger was het zo, als het begon te bliksemen en mensen werden bang, dan dachten ze dat Odin met zijn hamer en smijt, of Wodan met zijn met zijn hamer en smijten was. Nu plaatsen we een bliksemafleider op het dak en zijn we rust tevreden, hoeven daar niet meer bang voor te zijn. Dus ja, dat was de poedelscheiding, dat je dus een wetenschappelijk wereldbeeld in de plaats stelt van al die angst. Alleen hebben we toen wel het kind met het badwater weggegooid. Want al die verbeelding, die zijn we toen gaan beschouwen als puur subjectieve fantasieën die helemaal niks te betekenen hebben, aan hoogstens een toevluchtoord zijn voor de verbeelding. Maar in feite hebben ze geen belang meer voor onze alledaagse wereldvoering. Sterker nog, je moet er ze wantrouwen. En het rare is dat die boedelscheiding die toen plaatsvond tussen de wereld van de verbeelding en de mythe enerzijds en reden en wetenschap anderzijds, dat dat ook tegelijkertijd een boedelscheiding werd tussen de wetenschappers in de universiteit, want die stonden aan de kant van de reden, en de kunstenaars, want die schoven ze maar, dat waren de fantasten die hoorden bij de mythe thuis. En dat was eigenlijk ook echt een negatieve, want eerder was het zo dat kunstenaars en wetenschappers heel nauw samenwerkten in het wereldbeeld. En de kunstenaars die zaten dan weliswaar meer aan de kant van de verbeelding en het gevoel. En de wetenschappers aan de kant van de reden en het handhaven van wetten en techniek. Maar in feite had je ze allebei heel hard nodig. Want een wetenschap die niet geënt is op een ontwikkeld gevoelsleven of op een ontwikkeld verbeeldingswereld, ja, die dreigt ook te ontsporen. En dat is iets wat we ons de laatste tijd, hoe lang, hoe meer, de laatste decennia zijn gaan realiseren. Dat toen we dus eigenlijk die mythe afserveren als praatjes voor de vaak en de kunstenaars daar naar de kant van puur subjectieve gewaarwording schoven, dat we toen toch ook iets zijn kwijtgeraakt wat we wat beter hadden kunnen vasthouden en verder ontwikkelen. Want wat doet de wetenschap? Ja, de wetenschap stelt je in staat om de trein te halen, de klokkentijd, om met je auto te rijden, de wereld naar je hand te zetten, je veilig te voelen, dat kan allemaal met wetenschap en techniek. Maar wat de mythe, die doet iets heel anders. De mythe, die stelt de wereld voor als een geheel van verwantschappen, familierelaties. Die ziet de natuur niet, zoals wetenschap doet, als een voorraad grondstoffen die ter beschikking staan. Maar die ziet de natuur, planten, dieren, als verwante zielen. Iets waar je empathie mee kunt hebben. Dus de mythe stelt altijd de wereld voor als een herbergzame wereld waarin je thuis bent, te midden van verwanten. En die verwanten die lopen zelfs door de dingwereld heen. Een soort animisme, hè? Dingen leven een beetje gewoon voor je in de mythe. Dus die mythische verbeelding, dat is iets, die kun je niet zomaar wegscherven, want dat blijft altijd doorleven. En daarom zijn er ook wel altijd nog steeds mensen die steeds dat mythische weer reactiveren om ter voeling te blijven houden, ergens een penwortel te steken in die gevoelswereld, die herbergzame wereld die er is. Nou, de laatste decennia, of de laatste helft van de 20e eeuw, zijn er zo'n heleboel mensen die mythe langzamerhand weer zijn gaan herwaarderen en proberen daar weer iets van te maken. Onder andere, en die naam heb je vast wel gehoord, Carl Gustav Jung, de psycholoog, leerling van Freud, die dacht van ja, die mythe die moeten we toch weer eens afstoffen en proberen die ook op een wetenschappelijk niveau te tillen. Om een psychologie te ontwikkelen die weer op basis van de mythe is gestoeld. Nou heeft hij ook wel goede dingen gedaan, kon je dankbaar zijn dat hij dat gedaan heeft. Maar van de andere kant heb ik er ook erg veel last van. Ben ik ook wel erg van afgekikt van Jung. Want het is een bepaalde. Hij heeft de mythe weliswaar opgewaardeerd, maar dat had wel zijn prijs ook. Want heeft ze wel heel erg zwaar en gewichtig gemaakt. Wat Jung deed was zeggen van, als je nu alle mythe in de wereld ziet, dan hebben ze eigenlijk een gemeenschappelijke bron.
En dat is natuurlijk zo, omdat wij mensen, weliswaar cultureel gezien, in grote verscheidenheid verkrijgbaar, maar we worden allemaal geboren, we kunnen allemaal ziek worden, we kunnen doodgaan, we krijgen kinderen. Dus de basisproblemen van mensen, die zijn overal hetzelfde. En de mythische verbeelding geeft als het ware de vorm van psychodrama, een soort theaterverhaal, remedies aan, recepten van hoe je met de menselijke problematiek kunt omgaan, op een familiaire manier. Nou, en dan zeg je, omdat we allemaal gelijk zijn, zullen die mythen dus ook wel heel erg veel op elkaar lijken, zijn het ook steeds dezelfde oplossing voor dezelfde problemen. En daarom zegt hij, de mythes zijn samengesteld uit archetypen. Er zijn altijd terugkerende elementen. En ik heb ze al genoemd, de ring, de speer, maar ook de figuren, de theatrale figuren in je leven. De vrouwelijke kant in de man, de anima, de boze stiefmoeder, het prinsesje, noem maar op. Dus, ze komen steeds terug in andere gedaanten en in alle culturen gelijk. En wat Jung dus doet, is eigenlijk al die verhalen die in de loop der tijd, in duizenden jaren, zijn ontwikkeld in de mensheid, om die te herleiden tot een gemeenschappelijke menselijke psychologie. Een soort universele leer van psychodrama, een soort universele mytheleer waarmee je jezelf in evenwicht kunt brengen. Nou, dat klinkt dus heel verstandig om dat te doen. En dat geeft de mythe weer een status die ze lange tijd kwijt was. Maar wat me dan tegenstaat, is dat universele karakter. Dat hij dus alle mythen van de hele aardbol op één hoop veegt en daar alles aan elkaar gelijk maakt. Al die verschillende goden en demonen, die in al die engelen, die in al die werelden ontwikkeld zijn, om die allemaal te herleiden tot een simpel setje, wat je op twee handen zo wat kunt tellen, dan heb je toch wat. En dat staat me ongelooflijk tegen, want wat zo fijn is aan de mythe, is juist die enorme diversiteit die ik heb leren kennen, want ik hou van mythe en ik heb daar ook verzameld, bij wijze van spreken. Maar dat de mythe van de Himalaya natuurlijk andere mythen zijn dan de mythe in een savanne in Afrika. En dat die weer anders zijn dan de mythe in een nat stroomgebied aan de Nijl of aan de Eufraat en de Tigris waar ze vroeger ontstonden. Dus dat die mythen juist een enorme rijk palet geven van menselijke mogelijkheden. Een enorme rijkdom geven. En als we het over postmodernisme hebben, die naam viel al even, die universaliserende tendens, dat is typisch modern. Moderne denken willen altijd universele waarheden hebben. Maar de postmoderne, die willen juist die diversiteit weer benadrukken. En dan nog niet eens een pure vorm, zoals Jung dat doet, maar liefst hybride. Dat woord viel al, dat is een liefkoos woord van Nicole. Hybride, dat wil zeggen gemixt. Hè. Gewoon de klassieke hybride, dat was geloof ik een leeuw met een vogelkop en een slangenstaart en een hondenpoten. Dan heb je dus een mixdier, een fabeldier wat bestaat uit verschillende componenten. Nou, tegenwoordig is de filosofie ook wat eclectischer geworden. Hetzelfde woord weer zo'n beetje, hè? Mengvorm van alles en nog wat. Vanuit allerlei contexten dat alles door elkaar roeren. Het pure, het zuivere, het universele, daar hebben we nu in de moderne tijd lang genoeg aan zitten trekken. Nu krijgen we meer aandacht voor het diverse, het bijzondere, het afzonderlijke, de fantasie, de rijkdom van de plaats, de plek, de diversiteit. Dus die mythen moet je niet zoals Jung beschouwt universeel interpreteren, maar juist in een rijkdom en een mixvorm en een hybriditeit huldigen. En dat was ook leuk, Nicole liep me net nog even een van de Alice-schilderijen van Janelle zien, waar je de Alice ziet, die door de spiegel in de mythische wereld gevallen is. Maar die mythische wereld is nou eens een keer niet de wereld van de hobbits en de elfen, maar is de wereld van de hedendaagse elektronica. Dus het werkte precies omgekeerd. Die mythische wereld die hoeft helemaal niet te bestaan uit die eeuwenoude vorm waarin ze gestold is, maar die kan in de hedendaagse hybridisering een heel nieuwe vormen aannemen. En dan wordt het juist weer interessant. Want wat me ook een beetje in de mythe
dat ook verkeerd is om te zeggen, maar het is toch zo jammer dat de Hobbit en Star Wars eigenlijk nog in verhaal en karakters in niets afwijken van mythen uit de geitenhoederstijd van de Uifraat en de Tigris, toen de eerste mythe gemaakt werd, Gilgamesh en noem maar op. Die mythe heeft zich nauwelijks geëvolueerd. En dat komt natuurlijk omdat met de inzet van de moderniteit de mythe eigenlijk in de verdomhoek is geplaatst. En daar eigenlijk steeds is op een conservatieve manier is blijven doorsurren. Maar ze is niet geactualiseerd naar hedendaagse vraagstukken. En met behoud van de uitgangspunten van de mythe, dus de wereld zien als een grote familieverwantschap, de wereld van verbeelding en herwerkzaamheid, dan is de grote uitdaging nu om die mythe te actualiseren, zodat ze ook de huidige tijd kan inspireren. En dat je dus die onderlaag die in de mens zit, die, behalve dat je dus die wetenschappelijke, rationele kant hebt, maar ook die onderlaag van gevoelens en verbeelding, droom, dat je die ook weer ontwikkelt, daar verantwoordelijkheid voor neemt, om daar ook iets volwassens van te maken. En niet alleen maar te blijven steken in goed-kwaad tegenstellingen die misschien niet helemaal meer passen op de huidige tijd. Dus daarom is het juist zo belangrijk om die mythe te hybridiseren en te elektrificeren en noem maar op. Dat is wat Nicole en Jan Nel hebben gedaan. En die was de weg die ze zijn ingeslagen om aan die kant door te gaan. Dus dat heeft mijn warme ondersteuning. Nou, wat voor mythe heb je dan allemaal? Ik zit nu toch op mijn praatstoel. Wat ik bijvoorbeeld heel grappig vond, en dat zijn voorbeelden dan, hè, een paar verhaaltjes gewoon om het af te maken. En wat ik heel leuke film vind, dat is het tweede deel van The Exorcist, The Heretic. Kijk, klaar, ja, komt u weer. Maar dat is een. De Exorcist film is natuurlijk een hele bizarre, opgerolde, conservatieve mythe. Maar het tweede deel, dat ging toevallig over culturele antropologie. Dat speelt zich af in Afrika. En in Afrika zie je dan op een gegeven moment dat je daar in de savanne enorme sprinkhanenplagen hebt. Dan bestaat er in de oude Assyrische verbeelding een demon, Pazuzu, en dat is een sprinkhanendemon. En dan gaat het in de film zo dat die mensen in Afrika, die dus jaarlijks die sprinkhanenplagen moeten verduren, wel hele oogst mislukken, op een gegeven moment te raden gaan in de klassieke mythologieën om te kijken, dus dan een ontwikkelde Afrikaan, hè, die zich in de wetenschap ontwikkelt, om te kijken of in die klassieke mythe niet een remedies bestaat tegen die springhanen. En dan komt er bij die springhanen demon uit. En wat blijkt dan? Het verhaal in die film gaat zo. Als springhanen gewoon rustig op de grond zitten of in het gras zitten, is er niks aan de hand. Maar op een gegeven moment schrikken ze op. En dan krijg je wat ze noemen daar in de film de brushing of the wings, de wrijving van de vleugels. En die wrijving van die vleugels die geeft een hoge zoemtoon, een janktoon. En die janktoon, daar worden al die krekels compleet gek van. En dan verliezen ze hun individuele oriëntatie. En dan wordt het één groot organisme, één grote wolk met maar één wil. Dus een soort orkleger van springhanen. En wat hebben nou die klassieke Afrikaners erop gevonden? Die hebben dat zoomhout. Ik weet niet of je dat kent. Een zoomhout, dat is een touw met zo'n propeller eraan en die draaien ze boven hun hoofd. En dat zoomhout brengt een toon voort. En die toon is de complementaire toon voor wat die springhanen voortbrengen met hun vleugels. Dus als je, daar gaan ze het veld in, dan staan die Afrikanen zo boven de gewassen te zoomen. En dan krijgt die zoomtoon, die neutraliseerde als het ware, die hysterische toon van die springhaan. En dan vallen die springhanen ineens op de grond en dan wordt het weer individu. Dan is het geen woord meer. Dus ja, dat vind ik een fantastisch verhaal. Hè? Dat ze dat in de savanne in Afrika ontwikkeld hebben. En dat is dus een doorvertaling van oude mythe naar een remedie, waarbij de gedachte ligt dat dus een antigeluid moet worden gemaakt. Nou, dat is een heel bizar concept eigenlijk, voor een primitieve cultuur, antigeluid. Nou is dit in de savanne van Afrika, maar ik ken nog zo'n demon, maar dan uit de Himalaya. In de Himalaya, daar heb je dus op een gegeven moment in Tibet heb je dus het boeddhisme gekregen, wat daar
wijdverbreid is. Maar oorspronkelijk hadden ze in de Himalaya de bomreligie en dat was een shamanistische natuurreligie. Nou, dat verzinnen ze dan even bovenop de Himalaya. Dus dat is een krankzinnige plek om dat te gaan doen. Om op de top van een berg een troll neer te zetten die naar boven naar grond schijnt. En dan kan niet naar boven, kom je helemaal naar beneden, want ik hoor hier en hier moet het gebeuren en niet daar. Dus ja, dat zijn mythen die, in die vorm kennen wij die in het christendom niet. Ik geloof niet dat wij die springgaande demon en die dwergtrol wat we die hier hebben. Maar daar zie je nou juist voorbeelden, twee voorbeelden van mythische figuren die door Jung over het hoofd worden gezien natuurlijk. En die ook niet makkelijk in zo'n universeel archetypisch kader kunnen worden ingevangen en geuniversaliseerd. Dit zijn juist voorbeelden van heel lokale beelden die je zelf voor jezelf kunt eigen maken en die je kunnen helpen om bij je eigen zoektocht of om proberen in vrede te komen met jezelf, die daar beelden voor aanreiken. Nou, zo ken ik er dus heel veel. Ik heb er ook veel van geleerd, van kennismaken met mijn demonen. Het helpt natuurlijk dat je met de mythische verbeelding in staat bent je eigen angsten en onzekerheden een gezicht te geven. En daar kun je er ook vriendjes mee worden. Zolang dingen geen naam en geen gezicht hebben en alleen maar beangstigend zijn, ja, dan heb je ook geen oplossing, geen traject. Maar als je nou in al die culturen te raden kunt gaan en daar voorbeelden kunt vinden van mooie demonen die je op de rug kunt kloppen, een aardige bol kunt geven en zeggen van ja, eigenlijk zijn mijn demonen ook zo, dan help je dan ook weer een beetje vriendjes met jezelf worden. Want je hebt dan geleerd om dat op een bepaalde manier een gezicht te geven en daarmee hanteerbaar te maken. En ik denk dat de mythe ook zo werkt. Dat ze je helpt op een bepaalde manier. Als je dus die enorme diversiteit en hybridisering en middelen bij je eigen maakt en ze ook weer actualiseert naar ons eigen hedendaags elektronisch tijdperk, dan win je een enorme rijkdom die verloren is gegaan door die eenzijdige verwetenschappelijkheid. Nou, dat heb ik jullie nog allemaal wijs gemaakt en daarmee komen we aan het einde. Ik zal dus nog één mythisch figuur voorstellen. Dat is de zalm van Lug. Is dat nou allemaal waar wat ik gezegd heb? Nou, het is zo dat, dit is een Keltisch verhaal. Loki is de trickstergod, dat heb je dus, dat vind ik ook zo fantastisch. En de mythe heb je ook altijd oplichtergod. Kijk, de wetenschap kan zich dat niet voorloven, dan moet alles waar en consistent zijn. En bijna alle culturen hebben wel een oplichter, trickster, narrgod. Zo'n god die je altijd moet opstoken, op het verkeerde been zet en die al je plannetjes eigenlijk stuk laat lopen. Nou, deze Loki, dat is de trickstergod in die Keltische religie, die had zichzelf veranderd in een zalm. Die zwom vrolijk door de rivieren. En de wijze van Antrim, die wist dat, die had dat gehoord. En die dacht, die zalm ga ik vangen. En als ik die opeet, dan weet ik alles. Nou ja, de wijze van Antrim was oud. En je had een onnozele jongen, Lug. Die had ze niet eens allemaal bij elkaar. En ik dacht, als ik die zalm nou laat vangen en braden, dan weet ik alles. En Lug, die vangt dus inderdaad die zalm. En doet hem in een pan en gaat hem braden. Maar er spatten er vetdruppels uit de pan op zijn duim. En brandt hij zijn duim, dan steekt hij zijn duim in zijn mond, dan weet hij ineens alles. En daar komt dus, maar dan krijgt hij wijze natuurlijk, die zal het niet meer. Maar daarom is het ook, de waarheid wordt uit de duim gezogen. Jongens, ik hoop dat. Die gaat samen met Hans Achterhuis, gaat hij deze zomer op Creta een hele filosofieweek organiseren. Ja, inderdaad. Daarna? In juli? Inderdaad, juni, zijn we. Is dat inderdaad? Ja, in juni. Juni. En dit keer had het als onderwerp inderdaad demonen en gewoon. Ja, dat bedoel ik. En je bent nu al een beetje warm. Ja, maar ik ben er wel. Ja, dat wil ik. Ik had zelfs beloofd, staat op de website van die, dat heet de Academie op Creta. Ja. En daar staat ze erbij, Peter Hans zal een tableau de la troupe geven van de demonen. Ik heb het, dus ik maak een groepsfoto van de demonen. Dat
Dus degene die interesse heeft om nog wat dieper in te, mee te gaan in het hele verhaal van de Koenen, ja, dan zou ik zeggen van schrijf in. Ga met nu niet komen. Ga met mij. Ik ga nog even toe, dus dat het zou wel heel mooi zijn om. Kunnen we een week lang in. Kreeg daar is natuurlijk een prachtige plek ook. Het is een prachtige plek. Ja, het is een hele mythische plek. Ja, met de Minotaur, dus het labyrinth. Ja, het is een hele mythische plek. En als we de hele dag gefilosofeerd hebben, dan gaan we s'avonds lekker eten en drinken. Dus dat, ja, dat wordt allemaal wel. Het wordt nog wat, dus weet niet. Hartstikke bedankt. Maar doe je dat eigenlijk, hè? Ja, nou, wij hebben het nu 5 jaar gedaan, dus het zou de 6e keer worden. Ja. En inderdaad, het min of meer onder toedoen, vind ik, is dat ook al heel vaak de mythe als thema. De mythe is een onderwerp. Ja, ze heeft mij opgestoord. Ja, op, ja. Mooi. Mooi. Goed, dan drink ik er een op. Dus, ja. Ja, dat is wel een zin. 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 Ja, dat is wel een zin.